Ik ben hier bij Margriet de Schutter. En die is geweldig bezig met een kanaal over ex-topsporters. Waar ben jij geïnteresseerd, Margriet? Ik ben geïnteresseerd in verhalen van ex-topsporters en wat voor tips zij hebben voor andere ex-topsporters. Waarom is die interesse zo gekomen? Ik ben zelf ex-topsporter en liep tegen de nazorg voor topsporters aan. En ik dacht, daar valt het in te verbeteren en er valt heel veel informatie over te vertellen. Ja, en hoe ze dat doet? Echt briljant. De meest leuke filmpjes kun je gewoon vinden op youtube.com/... Ex-topsporter. Ja, dus echt. En het aardige is, je denkt, daar zit een hele cameraploeg achter, maar ze doet alles zelf. Ze schrijft alles, ze interviewt zelf, ze doet camerawerk, editing. Echt helemaal briljant. Heb je vast niet geleerd toen je topsporter was? Nee, daarna. Tijdens mijn studie internationale communicatie en de specialisatie mediastiek, waar ik allerlei dingen over tv maken en documentaires maken heb geleerd. En daarna door het gewoon te doen. Ja, ongelooflijk goed. Hé, wat wil je met dat kanaal? Wordt dat jouw beroep? Of is dat iets wat je doet omdat je het leuk vindt? Of waar zit er tussenin? Ik word er ontzettend blij van. En ik merk dat anderen er ook wellicht wat aan kunnen hebben. En het ligt eigenlijk ook breder dan ex-topsporters. Dus ook, het is eigenlijk heel universeel. Dus iedereen kan er wat aan hebben. Ja. Nou, ik vind dat je hiermee door moet gaan en dat ze dat gewoon naar het volgende niveau moet tekenen van verspreiding. Want professioneel is het nou al, maar het moet nu gewoon heel veel bekeken worden. Dus allemaal, als je dit hoort, ziet, kijken. Dank jullie.